Ik weet wat het is om te leven als vrouw in een mannenwereld. En ik heerste over rijke gewesten. En ik ben zelfs bijna koningin van Frankrijk geworden. Maar niemand gunde die macht. Mijn neef, de Hollandse steden, iedereen probeerde mij te manipuleren en opzij te schuiven. Zelfs mijn eigen moeder deed mee aan deze intriges. In de wereld waarin ik leefde, draaide het eigenlijk alleen maar om de macht. En iedereen gebruikte iedereen en niemand was te vertrouwen. Ik ben een keer gevangen gezet in een paleis. Ik heb me toen verkleed als man en zo ben ik ontsnapt. En ik ben naar Gouda gegaan en Gouda, daar waren ze mij trouw gebleven. 3 jaar lang heb ik gevochten om mijn graafschap te behouden. Ik heb veldslagen gewonnen, maar de overmacht die was te groot. En ik heb me moeten overgeven aan de hertog van Bourgondië. Ik ben 4 keer getrouwd geweest, waarvan 3 keer alleen maar om de macht. En ik was 6 jaar, toen werd ik uitgehuwelijkd. En 9 jaar later, toen was ik alweer weduwe. En toen begon het spelletje weer helemaal van vooraf aan. Vorig jaar was ik zo moe van dit alles. En toen heb ik afstand gedaan van al mijn aanspraken. Hierdoor ben ik geen gravin van Holland meer. Maar daardoor kon ik wel trouwen met wie ik wilde. En de man waar ik nu bij ben, heb ik getrouwd om de liefde en niet om het machtsspel. Ik was de laatste grafin van het onafhankelijk graafschap Holland. Holland is nu slechts een klein onderdeel van het Bourgondische Rijk. Misschien heb ik gefaald als grafin, maar ik ben moe. Ik ben zo ontzettend moe.